Van harte welkom terug in de studio, Matt Herbe. En Matt, je bent adviseur media en politiek. Van harte welkom. Ja, Matt, Pim Fortuyn, LPF, alweer 10 jaar geleden. De tijd gaat hard. Vind je dat de politiek, dat we goed zijn omgegaan met zijn erfgoed? Ja, wat betreft algemene politieke standpunten wel. Maar niet als het gaat om zijn persoon. Zijn persoon krijgt niet de eer die hij verdient. Ik ben nog goed dat we in 2004 ons hebben ingezet voor Pim Fortuyn als grootste Nederlander. Dat is hij geworden. Dat is hij wel geworden. Ja. Maar er wordt toch Koningin Beatrix stond op 38, geloof ik. Ja, dus wat dat betreft was er wel een verschil. Maar ik vind dat hij als... Kijk, ik heb mij altijd ingezet voor het eerherstel voor Pim Fortuyn als mens en als politicus. Ja. Ik vond dat hij in 2002 ten onrechte in de hoek werd geplaatst van xenofoob of extreem rechts. Nou, dat is gelukkig wel dat beeld gelukt. Is gecorrigeerd, toch? Hè? Ja. Al was het alleen al daarom ben ik blij dat ik in de politiek ben gegaan, want dat was mijn voornaamste drijfveer eigenlijk. Ja. Ik vond dat iemand de moordenaar niet moest worden beloond en ik vond dat wij moesten proberen zijn ideeën in de praktijk te brengen. Dat aspect is dus wel gelukt. Het is ook wel gelukt in die zin dat je ziet dat veel politieke partijen zijn standpunten langzaam maar zeker hebben overgenomen. Je hoort zelfs GroenLinks nu af en toe dingen roepen waar ze 10 jaar geleden nog Pim om verketterden. Ik kom wel eens op feestjes, ik kom op de mediahoek ook. Ja. En dan zie ik hele linkse mensen dingen zeggen. Denk je, jongens, 10 jaar geleden zou je echt geschandpaald zijn. Ja, ik ben zelf in 2008 op verzoek van Mark Rutte lid geworden van de VVD. Nou, dat was in 2002 echt niet denkbaar hoor. Dus dat geeft ook al aan dat die partij is opgeschoven. Dus ja, in zijn algemeenheid kan ik niet zeggen dat ik ontevreden ben. Maar ik vind wel dat de persoon van Pim Fortuyn, maar dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren rondom 6 mei, wel meer, meer lof verdient. Meer lof verdient, ja. 6 mei 2012 is 10 jaar geleden dat Pim Fortuyn is vermoord, ja. Hilversum. Ja. Als je het hebt over Pim Fortuyn en je hebt het ook over liberalen, VVD, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Wat is er liberaal aan Pim Fortuyn? Wat is er liberaal aan het Fortuynisme? Ja. Fortuyn stelde de eigen verantwoordelijkheid voorop. Hij deed dat altijd op een manier dat hij zei van de overheid is er om de grenzen te bewaken. Maar primair is de mens zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten. De overheid is er alleen om de zwakkeren te beschermen en de mensen te helpen die dit niet kunnen. En ook de marktwerking te beteugelen. We zien de echo daarvan terug in de woorden ook tegenwoordig van Mark Rutte als hij zegt ja, maar de overheid is wel de marktmeester. Er wordt vaak geroepen van die vrije markt is de oorzaak van problemen. Nee, dat is het niet. Het is de overheid die daar de problemen veroorzaakt door oftewel de markt te veel te verlangen van de markt ofwel door de markt niet goed te reguleren. En de overheid, maar dat Fortuyn heeft het al gezegd in 2002 en in ons kiezingsprogramma van de overheid is er om de grenzen van de wet te bepalen zodat het niet in Nederland ieder voor zich wordt. Je ziet een hele mooie zin, had hij ook in zijn kernpunten van de moderniteit. De moderne burger is verantwoordelijk, is individueel, maar heeft ook gemeenschapszin. En dit is van tweeën één. En ik denk modern liberalisme, dat is ook een burger die zowel sociaal als liberaal is. We hebben ook een stelling vandaag. Je wordt zelf niet groter door een ander te kleineren en groter is niet altijd beter. Een van de uitspraken van jou. Ja. Maar zie je dat nou terug in de politiek waar dat goed of juist verkeerd gaat? Ja, ik heb dat vanaf meet af aan me verzet tegen de neiging, want het is erg makkelijk om in de politiek om anderen belachelijk te maken of te kleineren. Die uitspraak die jij deed, die heb ik geloof ik al in 2003 of zo een keer gedaan. Je wordt zelf niet groter door een ander te kleineren. Ik schiet er niets meer op. Is het effectief het kleineren? Merk je dat? Het werkt ook als een boemerang. Ondanks alle krakeel in de LPF heb ik niet het gevoel dat, in ieder geval in mijn eigen kenniskring, in mijn vriendenkringen, in de politiek, dat mensen mij er persoonlijk op aankijken. Omdat ik denk dat de mensen weten dat ik gewoon mijn best gedaan heb. En ook andere mensen niet geschoffeerd heb onnodig. En kun je ook zeggen dat binnen LPF er ook bewegingen zijn gekomen omdat jullie gewoon die ervaring niet hadden? Je hoeft niet geboren te worden als politicus. Je moet gewoon
proberen zo goed mogelijk dingen voor het land te doen. Ja. Dat je daarom vaker op je gezicht ging dan de afgetrainde mensen. De topsporters in de politiek. Ja, en dan moet je naar het CDA nu kijken. Met senior politicians, met ex-premiers. Die rollenbollend voor het scherm hun eigen partij ongelooflijk veel schade toebrengen. Wat we bij de LPF hebben meegemaakt, maar het kwam wel natuurlijk een beetje in de stroomversnelling en het werd gecondenseerd. Maar iets wat je bij alle politieke partijen ziet, maar ook bij verenigingen, bij de tennisclub of bij de volleybalclub of waar dan ook. Dat als mensen samenkomen, krijg je een haantjes, je krijgt groepsgedrag. En de LPF heeft dat onvoldoende in de greep kunnen houden. Maar wat mij het meest frappeert is dat eigenlijk de les niet geleerd is, want sindsdien is het recept ofwel het recept van de PVV. Geert Wilders heeft natuurlijk gekeken en dus de meest rigide maatregelen afgekondigd om te zorgen dat er geen ontsporing komt. Dat heeft hij toch geleerd dan? Ja maar is dat gelukt? Hij heeft toch ook veel problemen gehad. Ja, het is een beetje een armoedebod. Als je in feite iedereen min of meer een spreekverbod oplegt en geen partij wil hebben, in de normale zin des woords, dan hou je wel die fractie bijeen in de Tweede Kamer. Als je een voorbeeld uit mag nemen, Matregeert, werving en selectie. Ja. Dat is bij de LPF niet altijd ze hebben geen gegaan, tijd. Om maar even voorzichtig te zeggen. Ze hadden zes weken. Dat bestrijd ik, Jan-Dirk-Jan. Want natuurlijk hebben wij een aantal mensen gehad, en het is eigenlijk niet de moeite waard om die nogmaals te noemen, maar die overigens laag op de lijst stonden, waarvan we nooit verwacht hadden dat ze toch in de Kamer zouden komen. Maar het probleem met de LPF is juist geweest dat eerder te veel dan te weinig kwaliteit hadden. En daardoor kregen we dus veel spitsen, veel aanvallers. En mensen die elkaar eigenlijk de bal niet gunden. Geen teamwerk, geen middenvelders, geen verdedigers. Je kunt moeilijk beweren dat het uiteindelijke conflict tussen Herman Heinsbroek en Eduard Bomhoff, dat het te maken heeft met onvoldoende selectie. Dat waren gewoon twee hartstikke goede mensen. Ieder voor zich. Ego's. En ego's, dat is het probleem. Maar dat is denk ik ook een punt. Laten we dat even met het pluimvee vergelijken. Als je iemand injecteert met anabolen, dan krijg je een soort waterhoofd. Dat is heel moeilijk te vormen dan bijvoorbeeld het CDA, dat op een gegeven moment aan zijn eind zit, of in een bepaalde levensfase zit, en dan duid ik het niet verder. De LPF moest gewoon heel snel gevormd worden. De leider was weggeslagen. Mm-hmm. Ja. Daar heb jij, denk ik, in enig zin toch structuur in proberen aan te brengen. Misschien moet je de vraag anders stellen. Zou jij, je was toen ook persvoorlichter, zou je andere mensen gekozen hebben in die periode? Enkele, maar de cruciale factor is toch de moord op Pim Fortuyn. Want door de moord viel de natuurlijke leider weg. En konden we ook niet meer de maatregelen nemen die we nog bij zijn leven hadden afgesproken. Ja. Want we zouden twee mensen roeieren. Ja. Maar dat konden we niet nu meer doen. Ik kon dat en wat is daar nieuws aan? Zijn die namen naar buiten gekomen of dat houden we bij elkaar? Ja, ik vind het niet dat nodig. Dat kan de LPF dan weer wel. Ik vind het dat niet nodig dingen die namen te noemen. Nee, omdat ik de enige ben die namen kent. Ja. Misschien nog een of twee andere mensen. Maar als je nu kijkt naar Wilders, die vanuit binnenuit zijn partijtje geformeerd heeft. Ik weet door eigen ervaring zijn keuzeproces. Hij kiest voor mensen waarvan hij weet dat hij niet te veel naar buiten het leven moeilijk gaat maken. Heb je wel het gevoel dat bij Wilders dat het mogelijk is geworden dankzij Fortuyn? Als Fortuyn niet was geweest, dan was een Wilders niet mogelijk geweest. Ja, natuurlijk. Dat is zeker mogelijk. Maar dat geldt trouwens ook al voor Jan Marijnissen. Die zei tegen mij in 2003 bij de verkiezingen toen. Toen zei hij tegen mij, Matt, Pim heeft voor ons ook deuren geopend. Want door hem zien we dat het mogelijk is om een andere manier politiek te bedrijven. En er is een ruimte ontstaan, waar ook de SP zeer van geprofiteerd heeft. Want de SP heeft, wat zal het geweest zijn, bijna 20 jaar zijn stinkende best gedaan. Ik kwam nooit boven die half dozijn zetels of daaromtrent uit. Ja. En mede na Pim Fortuyn zijn zij ook sterk gaan groeien. Wie heeft het meest de briljante van Pim Fortuyn kunnen overnemen met succes? Welke partij? Noem maar één. Partij of persoon? Ja, soms is dat één. Ja. Kijk, er is een groot gat in het midden. Het is niet op rechts, dat bestrijd ik zeer. Het is zeker niet op links, want links is helemaal passé. Maar is er een groot gat in het midden van ongeveer 40% van het electoraat, als het duur heet, van de kiezers. En die zijn wat dan heet zwevend geworden. Ja, dat zeggen de politicologen en dat zeggen de journalisten die het nieuws uitzenden. Maar ook dat is flauwekul. De werkelijke analyse wat er aan de hand is, heeft Pim Fortuyn gemaakt. En die analyse is dat Nederland niet meer in te delen valt in links of rechts.
dat de moderne burger, jongeren met name, het vanzelfsprekend vinden dat er sociale voorzieningen zijn. Maar daarom ben je nog geen socialist. Dat die het vanzelfsprekend vinden dat er liberale vrijheden zijn. Vrijheid van meningsuiting enzovoorts. Maar daar hoeven we nu niet per se VVD te stemmen. Er waren mensen die dat begrepen in 2002. Ik heb er toen vaak over gesproken. Dat waren mensen als Boris Dietrich en Femke Halsema. En die bedachten toen ook de term, dus wij zijn sociaal-liberaal. Ja, maar dat werkt niet. En dan ga je twee uiterste die oude begrippen vermengen. En dan weet de kiezer ook niet waar die aan toe is. Wij probeerden dat natuurlijk het fortunisme te noemen. Wij probeerden te zeggen, beste mensen, links-rechts, dat is achterhaald. We hebben ook een situatie waarin de moderne burger het vanzelfsprekend vindt dat wij de sociale voorzieningen hebben. En we hebben vrijheden en die gaan we doorgeven aan onze kinderen. En toen werd het ineens penibel. Want onze kinderen doorgeven, dat is geen probleem. Maar als we het ook aan nieuwkomers moeten doorgeven, hadden we eens een levensgroot probleem met de islam. Want die vonden het namelijk helemaal niet vanzelfsprekend. De vrijheid van meningsuiting, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, van homo en hetero, ja, enzovoort, dat die werden doorgegeven. En als de normen en waarden werden gezien. Dus dat was dus eigenlijk het hele ambivalente in het verhaal van Fortuyn. Wat hij zei, iemand als Gerrit Salm zei, geef ik tegen mij in de Tweede Kamer. Ja, maar meneer Herber, dat zijn toch tegeltjeswijsheden? Staat toch in onze grondwet? Oh ja? Het was vanzelfsprekend voor u en voor mij, maar niet voor onze ouders. De gelijkwaardigheid van man en vrouw en van homo en hetero. En als we niet goed opletten, is het ook niet meer vanzelfsprekend voor onze kinderen en voor nieuwkomers. En dat is precies wat Fortuyn analyseerde. En helaas wordt die stem niet meer gehoord. Want de politicologen die vinden het veel makkelijker dat je de wereld in links en rechts, goed en kwaad, zwart en wit kunt indelen. Maar zo zit de wereld helemaal niet in elkaar. Maar afsluitend, wie vind je op dit moment de meest oprechte politicus in Nederland die ook dat elan van Fortuyn heeft? Moeilijke vraag. Ik ben persoonlijk erg gecharmeerd van de naturel optreden van Mark Rutte, zonder meer. En ik bewonder de moed het enthousiasme van Geert Wilders. Dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. Ik ben ongelooflijk blij met dit kabinet. En u kiezen? Laatste vraag. Wie moet je kiezen? Je moet kiezen. Ik ben lid van de VVD, dus ik kies Mark. Ik kies Mark, oké. Heel goed. Matt is flink op stoom. We zijn zo terug bij u na deze korte onderbreking. Dank u wel.